Nou, we zijn hier in Omaan en zoals je hier ziet, we maken een wandeling. Het is een plek die opgebouwd is uit zogenoemd, volgens het informatiebord, ofioliet. Dus omhoog gedrukt. Duizenden jaren geleden, misschien wel miljoenen. En vandaar dat je dit ook zo ziet. Nou, en hier zie je de laag. Zo. Die is al afgesleten natuurlijk door erosie. Maar hier zit een soort pocketachtig geheel. Even heel oneerbiedig gezegd, lijken wel bloemkolen. Maar dat is dus het gesteente. Lijkt mij dus te maken hebben met dat ofioliet. Maar ik lees me daar later nog op in. Maar zoals je ziet, hier heel die berg zit vol met gaten. Dat is allemaal uitgesleten in de loop der jaren. We gaan weer verder. Een flinke wandeling. We zijn hier zo de berg op geklauterd. Het is een echte bergklim. Doe je niet zomaar. Maar dit is wel gaaf hoor. En dan dit uitzicht. Kijk. Is toch geweldig. Nou, de terugweg van deze wandeling gaat door een wadi. Een wadi is eigenlijk een soort, ja, droge rivier of valleitje. In ieder geval, normaal kan hier water doorheen stromen. Dat doet het dus ook als het hier zou regenen. Maar het is nu februari 2019 en ik heb al gehoord, in oktober 2018 was het laatste keer regen gevallen. Dus dan heb je een beeld van hoe het in Omaan is. Maar daarom dus die kalkafzetting hier op de bodem, dus ook afgesleten. En dan het ruwe gesteente hierboven, wat nog niet aangetast is door waterstroom.